Zoals je hier ziet, de snackbar is nog steeds hetzelfde gebleven. We lopen door naar de kampwinkel. Is ook nog steeds, maar er is wel steeds minder te halen. De wasmachines zijn er nog. Hier komen we bij het nieuwe gedeelte, het terras. Dit was voorheen helemaal dicht bij Camping Oriental, maar nu hebben ze er een terras gemaakt voor een hapje en een drankje. Dan lopen we door naar de speeltuin. Hier rechts, dit is nieuw, zijn huisjes gekomen. Dat waren voorheen campingplaatsen. Ziet er wel mooi uit, toch? Dit is allemaal nog hetzelfde gebleven. Het podium, het speeltuin. Animatie, nog steeds Jet, Fred, Pret. Jet en Fred, Pret. Nu komen we weer bij de huisjes. Dit was voorheen ook campingplek. Hier zijn ook allemaal huizen gekomen. Dit waren allemaal veldjes met speeltuinen. Er was nog een laantje. Het zwembad is nog steeds hetzelfde gebleven. Dat kan nog open als het mooi weer is. De ingang is nog steeds hetzelfde. Maar naar mijn weten gaat dat ook nog veranderen. Dit blijft de camping tot zover. Vanuit deze kant zwembad blijft camping, de rest wordt nog verbouwd. Wie weet zien we dat in een volgend filmpje over een jaar of later. Nou, dit was nog even een kleine terugblik van het nieuwe gedeelte van het park. De camping is het niet meer, het is nu een resort. Dit stuk was helemaal park. Dan gaan we het eerste laantje in. Dit blijft camping, zoals ik begrepen heb.
plaatsen zijn ongeveer 100 vierkante meter met 10 ampère stroom en 6 ampère stroom. Bij de comfortplaatsen heb je dus 10 ampère met een eigen kraantje en afvoer. Bij de standaardplaatsen heb je 6 ampère stroom in plaats van 4. En dan heb je geen kraantje, dan moet je dus naar het toiletgebouw. Mooie ruime plekken zoals je ziet. Standaardplaatsen, comfortplaatsen, maakt niks uit. Het is meestal 10 bij 8 ongeveer. Nou, dit laantje gaat precies hetzelfde. Het loopt gewoon verder. Zoals je ziet. We gaan door naar het volgende laantje. En tevens het eerste toiletgebouw. Het hoofdgebouw ook wel genoemd. Dit laantje blijft ook. Zoals dat blijft ook gewoon, dit blijft de camping. We lopen naar toiletgebouw 1. Dan lopen we even naar binnen. Zodat je even een indruk hebt. Wasgedeelte voor de kledingwassen en de afwas. De gezinsruimte voor de douchen. Er zit tevens ook een babybadje in. De vrouwenwc en de vrouwendouchen. Laat even de heren douchen zien. De douchen hier, deze twee deuren zijn voor het wassen en scheren. En hier hebben we de douche. Zo ziet elke douche eruit in dit gebouw. Keurig verzorgd. Genoeg wasbakken. Lopen we nog even naar de wc. In dit geval de heren wc ook. Een kindertoilet. Dat vind je ook bij de dames. En keurig verzorgd wc. Met uiteraard wc-papier. Lopen we het volgende laantje even in. Dus wat je nu ziet, dat verdwijnt. De linkerkant verdwijnt en dan komen nog huisjes. Dus dit. Zoals ik begrepen heb, ik weet niet zeker of dit stukje blijft of de rechterkant verdwijnt en dat de linkerkant wel blijft. Je chemisch toilet kan je hier legen. Volgend jaar, over een aantal jaren, is de rechterkant
waarschijnlijk weg. We lopen nu naar het tweede toiletgebouw. Het is iets kleiner, maar wel vrij modern. Er is internet op de plaats. Het is niet heel denderend, maar dat staat ook op de website. De wc's met wasbakken. De douche met wasbakken en een drukknop. De andere is een thermostaat. In dit gebouw zijn drukknoppen. De vrouwen wc, de vrouwen douche en de heren toilet. Dat was toiletgebouw 2. We lopen nu naar het nieuwe gedeelte. Was vroeger ook campingplaatsen, maar er zijn nu glampingtenten gekomen. De link die ik hierboven neerzet laat zien hoe de camping er een jaar geleden of vroeger uitzag. Dan kan je het verschil zien. Dit zijn de nieuwe glampingtenten. Hier het sportveld, dat is nog hetzelfde gebleven. De air trampoline, er is fitness. Er is een schommel, een familieschommel. Er is een zandbak, een volleybalveld, een voetbalveld, een basketbalveld. Zandbak had ik al gezegd. Een draaimolen. Een kabelbaan. Hier de glampingtenten weer. Daar zijn de fitnesstoestellen. En de familieschommel.
Dan komen we bij een laantje dat, of laantjes, dat gaat verdwijnen. Dat worden huisjes, zoals ik begrepen heb. Maar dan heb je hier nog een impressie van hoe het nu is. Hier verderop stond ook nog een toiletgebouw vorig jaar. Dat is vanwege de komst van de huisjes verwijderd. Staan caravans. Ik heb geen idee wat daarmee gebeurt, of het blijft staan of dit gaat ook verdwijnen. Daar weet ik niks van. Maar voor nu staan dus de staakervens er nog. En verderop de chalets. Zijn we weer bij wc-gebouw 1. Lijkt je wat voor volgend jaar of dit jaar? Kijk dan op www.oriental.nl of Google Resort Poort van Maastricht. Ik hoop dat je het een leuk filmpje vond. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.